We spreken hier medewerkers die huilende patiënten hebben, mensen die radeloos zijn, waar moeten ze heen, behandelrelaties die verbroken worden. En dat is wat ons betreft precies hetgene wat hier misgaat. Perverse effecten van de marktwerking die niet de patiënten baten, maar de financiën van de zorgverzekeraar. Als SP willen wij een doorstart van dit ziekenhuis. Dit ziekenhuis, Slotervaart, begon als gemeenteziekenhuis. Juist voor de meest kwetsbare burgers in Amsterdam. De drugsverslaafden, de mensen met chronische aandoeningen. En we zien dat de afgelopen 10 jaar hier door commercialisering de patiëntenzorg geschaad is. En wij vinden dat juist in deze wijk, waar mensen het niet breed hebben, de gemeente en in het bijzonder de minister van VWS een opdracht moet geven aan verzekeraars om dit ziekenhuis overeind te blijven. Want er wordt hier prima zorg geleverd.